jullie baie dankie dat jullie weer vanavond onze show gekyk het. Ongelukkig die voorlaatste vir die jaar, maar ons het ons best gedoen soos jullie weet om vir jullie elke week een lekker verscheidenheid te brengen. En hoogtepunte soos vanavond se onderhoud met die Springbok skrimskakel Herschel Jantjies en sy pa, Ankel Semi Alipada van Kalmo tussen Franshoek en Stellenbosch. En jy het gehoor hoe dat sy pa Semi vertel, hoe dat hy sy kinders groot maak, doodgewoon met die idee dat als je goed doet en je geniet jezelf, dan zal dat wijs en dan zullen andere mensen erkenning geven daaraan. Die oude zei, hij is ook zomaar nou een celeb daar op Kalmo met die dat Herschel. Toen hij teruggekomen is van die Springbokke se trophy tour af, het hij een bakkie tour met zijn medaille gedaan daar in die gemeenschap. En het was baie mooi om dit te zien. Herschel zelf, je hebt het zelf gezien, baie bescheiden, baie rustig, baie kalm jongman. 23 jaar oud, on top of the world, maar hij beschouwt hemzelf nog niet als die beste speler. Nie. Hij rekent het nog baie om te doen en het is goed om dat te hoor. En dan praat hij ook baie van die feit dat hij van een klein dorpje zoals Kalmo afkomt en dat zijn talent wijst dat de mens kan iwers kom, zelfs al kom jij uit zo'n klein dorpje. En ik hoop dat is een boodschap voor al onze jongkijkers, dat hulle ook weet, het maak je saak waar je jezelf bevindt. Nee. Als je droom en hard werkt, kan jij iwers komen. En dan die belangrijke boodschap van Herschel Jantjies, maar niet veel stier aan die glitter die goed, nee. Focus op je proces. Als je iwers wil komen in je loopbaan als een sportman of waar het ook al is wat je doet. En dan het is een draai gemaakt aan die Drakenstein, aan die perel, nee, waar die Drakenstein Association for Persons with Disabilities voor ons gewys het, hulle gebarentaalkoor. En Werner Kasper wat die koor afrig, het die mooie story vertel van hoe mensen maar gedurig in tranen is wanneer hulle die koor hoor sing. En ik moet zeggen, ik het niet besef dat er zo'n koor in ons land is nie. Maar het is te mooi geweest om te zien met wat de meer leving hulle doen. En daarom verbaast de mens niet om te hoor dat mensen gewoon in tranen is nie. Ek Kollatus Praat is onze Twitter-handle. En je weet, je maakt het eruit. Kijk dit en kies een Facebookblad als je daarover praat. Of je stuurt onze e-post, een e-mail naar klop@actueel.tv. Baie dankie dat jy ons show kyk.